De bouw van het nieuwe clubhuis vordert gestaag. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en dankzij het milde weer heeft de aannemer al enorm door kunnen werken. Ja, helemaal eens. Het gaat verbluffend hard. Elke keer als ik er langs kom, denk ik van verdorie, hoe doen ze dat zo snel? Ja. Ja, en het wordt echt groot, dat kun je nu ook zien. Hè? Het is echt imposant wat er nu is. Je kunt heel mooi, de eerste verdieping zit er al op, dus ja, wat dat betreft echt waanzinnig. En er komt ook een tweede verdieping op? En er komt een tweede verdieping op, ja. Het was heel spannend. Er komen twee dingen bij die we eigenlijk als een soort extraatjes hadden. Eén was alvast extra ruimte voor het geval we extra kleedruimtes nodig hebben. Nou, dat komt er. Dat konden we voornamelijk regelen door gewoon slimmer te bouwen en goede gesprekken te hebben met de bouwers, de architecten en kijken hoe kun je dat regelen. En het tweede deel, daar hadden we echt wat geld voor nodig. En we hebben bij OZ en bij EMC aan beide kanten 6 families gevonden die daar een behoorlijk stuk in meesponsoren. Naast dat slimmere bouwen. Naast allerlei mooie regels, regelingen rondom energie die we gebruiken, ja, zijn we heel blij met die 12 families. Dan wordt het dus eigenlijk een completer clubhuis, een completer clubgebouw dan aanvankelijk de bedoeling was. Ja, dit was het superplan wat we hadden. Dus we zijn erg blij. Hoe gaat het er van binnen uitzien? Want een clubhuis moet gezellig zijn, moet iets uitstralen. Hebben we daar al ideeën over? Ja, daar hebben we ideeën over. Die zijn een maandje geleden zijn die ook in het bestuur doorgenomen. We hebben een interieurcommissie. Daar zitten weer experts in vanuit de beide verenigingen. En die hebben een paar waanzinnig mooie ideeën verzonnen. Daar zat de architect natuurlijk ook bij, want die wil wel zorgen dat de sfeer van het gebouw ook blijft zoals hij dat voor ogen had. Wij hebben die een kleine 2 weken, 3 weken geleden gezien. En we hebben nu een aantal moodboards en die kun je ook vinden op de websites. Dus ga naar hcoranje-rood. .nl en dan kun je ze daar heel goed zien. En ik denk dat je ze ook via de EMC en de OZ-website kan zien. Sterker nog, wij kunnen ze nu ook laten zien. Wat kun je vertellen over die moodboards? Wat voor sfeer probeer je te creëren? Nou, we willen een sfeer hebben dat als het druk is, dat het heel erg goed werkt. Dus het is een heel flexibel clubhuis. En als het rustig is ook. Er komt een hoek waar het heel gezellig is voor met de kinderen. En er is ook gekeken naar beide clubhuizen hoe we dat nu doen. Nou, dat gaan we nu ook op die manier doen, maar dan iets flexibeler. Met elementen die je kunt neerzetten, zodat je met de teamtjes, met de jeugdteamtjes, leuk dingen wat kan doen. Er komen ook wat elementen in het plafond dan. We hebben een haard en daar komt ook een soort loungehoekje komt er daarbij, zeg maar. En we krijgen een heel groot stuk waar gewoon de teams lekker kunnen gaan zitten, al dan niet aan tafels. Er komt een hele grote bar. Erg belangrijk voor ons natuurlijk. Ja, en dan hebben we nog een tweede verdieping en daar is het iets rustiger dan, zeg maar. En daar kun je ook het een en ander doen als je daar zin in hebt, gewoon met je eigen team of met een paar gasten als dat een keer handig is. Goed, er is ook een speelveldje gepland. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ja, we kennen de velden waarop wedstrijden gespeeld worden, maar... Nou, een speelveldje is iets kleiner. Komt vlak bij het clubhuis te liggen, althans de huidige ideeën, de precieze meters waar die komt te liggen is nog niet bekend. Maar we hebben natuurlijk een hele hoop jonge leden die met hun ouders meekomen op de zondag of die gewoon een keer tussen de wedstrijden door even lekker willen ballen. En als dan alle velden bezet zijn, is er een veldje waar het op gespeeld kan worden en daar kan je van heel dichtbij kan je daar toezicht op houden. Dus de ouders kunnen een biertje drinken of een wijntje drinken. Of als het moet een frisje drinken. En dan kunnen ze toch tegelijk hun kinderen in de gaten houden. Ja. En het leuke is, jullie volgen als bestuur die bouw van dag tot dag. Maar dan kun je thuis ook gewoon via de webcam, hè? Ja, dat klopt. Er is een webcam. Er is een link ook. Ook die kun je op de website vinden. En daar wordt 1 foto gemaakt elke dag. En die foto die kun je dus precies volgen. En ik vermoed dat we aan het einde proberen al die foto's aan elkaar te koppelen. Dan heb je een waanzinnig gaaf filmpje wat er zo in hele korte tijd gebouwd gaat worden. Nou is er 1 vraag die wordt heel erg veel gesteld. Mensen willen graag weten, hoe gaat het met de teams volgend jaar? Waar speel ik? Met wie speel ik? Ja. Moeilijk om een antwoord op te geven? Nou ja, de meeste teams, als je naar senioren kijkt, dat zijn eigenlijk vaste teams. En natuurlijk komen er elk jaar wat bij en gaan er elk jaar een paar weg. En dan komen ook wel eens individuele leden bij. Dat gaan we op dezelfde manier doen als nu. Dus die teams die blijven gewoon dezelfde teams. En als die in de eerste klasse of in de overgangsklasse of in de tweede of andere klasse spelen, blijven ze gewoon lekker in diezelfde klasse spelen. Dus we hebben, zoals dat zo mooi heet, landingsrechten. En daar maken we ook gebruik van. Dus dat geldt voor de senioren en de veteranen. De persoonlijke voorkeuren worden doorgaans gehonoreerd? Ja, in net overleg natuurlijk. En kijk, we kunnen niet alles, maar we kunnen een hele hoop, denk ik. En bij de junioren, eigenlijk zie je dat daar dit jaar al heel veel samen gedaan wordt. Er is al behoorlijk wat overleg. De jongste jeugd, die doen al een hele hoop dingen samen. We trainen ook samen op dezelfde tijden. En daar geldt eigenlijk hetzelfde principe voor. Het voordeel wat we hebben als we 1 club is dat met name in de lagere teams, dus dan de 6e of de 7e teams, net hoeveel er zijn, dat je die er maar 1 keer hebt in plaats van 2 keer. En dat je dus op dat moment ook maar 1 keer het probleem hebt, hoe gaan we dat op een mooie manier invullen.
En wat ik daar ook heel belangrijk bij vind is, alle teams gaan we in principe 2 keer in de week training aanbieden. Alle jeugdteams. En dat is anders dan dat we in het verleden deden. Maar wij vinden het heel belangrijk dat de breedte, naast de prestatie in de topteams, dat die ook echt goed getraind worden en leuke trainingen krijgen. Dus daar zijn we heel hard mee bezig van beide kanten uit. Goed. Jij gaat als nieuwe voorzitter van Oranje Rood de komende maanden heel erg veel communiceren met de leden van de beide clubs, die straks leden worden van de nieuwe vereniging. Dit is ons eerste product, zeg maar, van Oranje Rood TV. Dat gaan we maandelijks doen. Maar je wilt ook eigenlijk gewoon iets meer fysieker met een nieuwsbrief de mensen benaderen, hè? Ja, we weten dat een aantal mensen het heel leuk vinden om dingen op Facebook te lezen. Dat gaat gebeuren, maar we willen ook nieuwsbrieven gaan uitsturen. Dus we willen eigenlijk op verschillende manieren willen we mensen op de hoogte brengen wat er gaat gebeuren. Kijk, we hebben onze ledenvergaderingen, maar daar kan niet iedereen bij zijn. Sommigen zijn gewoon aan het hockey of aan het trainen, dus daar willen we ook voor zorgen dat die op de hoogte blijven. We hebben de video's die echt waanzinnig gaaf zijn. Trouwens, dit is de tweede volgens mij, want de eerste die kan ik me nog herinneren. Heel, heel mooi bij de eerste steen die geschilderd werd, de stoeptegels. En daarnaast gaan we dus ook met nieuwsbrieven werken. En we hebben een paar leden waarvan we weten dat die ook niet meer op die manier de post krijgen. Dus je hebt goede kansen dat we die ook nog eens nu dan een keertje gewoon een briefje met de post sturen. Als er mensen zijn die vragen hebben, dan kom gerust, stel die vragen en doe dat aan info@hcoranje-rood.nl. En het is een streepje, een gewoon streepje, niet zo'n onderstreepje.